Iemand heeft mij verteld dat die koolmijnen gezinnen altijd veel kinderen waren. Ja. Was dat zo? Ja, dat wel, ja. Want mijn vader heeft ook in de koolmijn gewerkt. Maar die was maar 1 jaar oud als mijn vader gestorven is. Die is getrouwd en die werkte ook in de koolmijn. Ah. Maar we waren thuis 7 van de voort. 7. Ja. En als mijn moeder getrouwd, maar er worden geen kinderen bij komen. Er worden 5. Dat was van Rutte. Armand en Paul, die is gaan werken in Duitsland. En die is ziek geworden en die is mogen afkomen. Hè. En hier starten we. En Frans Staes is erop, die heeft die foto. Dat is Armand. Ja. Nee, dat is Termonia. Dat is Termonia. Ja. Dat is Armand, ja. Heeft uw moeder dan nog kinderen gehad? Met de, nee, nee, nee. Maar die man had wel zelf ook... Ja, die had 5 kinderen. En thuis waren er... Wij waren bij 7, wat behalve dan. Maar die zijn allemaal in Luik geboren. In Verlijn. Maar hoeveel sliep je dan op een kamer? 2 lagen we meteen, hè. Dat waren 3. 2 op 3 kamers. 3 kamers. En er is een kamer bijgemaakt. En dat was een broer van mij, mijn oudste broer die erop staat. Die is al van 89 dood. Die was 11 jaar ouder dan ik. En zat dat daar, maar die moest dingen gaan, hè, werken gaan in Duitsland. Maar die is ondergedoken geweest. Ja, die is net weg geweest. Oh, die is te voet, met een oudste zuster, die woonde in Boeienouwe. En met een stiepma, te voet door het veld, Wilderen. En die hebben een trein genomen in Zuid-Leeuwen. Vroeger deed een trein op Zuid-Leeuwen. En dan is er een tante van wonen, een maand of 6. In Strom bij Bevers. Je had daar maal campen is door, dat is mijn neef. Ja, ja. Jij is een pa. En mijn ma, dat was een broer, hè. Ja. Door ze geweest, mijn ma, het broer. En dan is hij teruggekomen en de kamer, die kun je nog zien, in de Sinterkloosstraat, dat weet je. Ja. Toen is een kamer bijgemetst, die hadden we zoveel waren, ja. Hè. En er stond een bodem onder. En dat, mijn broer dan, die is afgekomen, hè, die sliep er. In een dag, op de school waren, kwam die op hè, en zag dat die eronder. En niet geweten, hè. Eén kamer, er waren 2 grote, daar kon je 2 bedden zetten, zo gezegd. Hè. Dat waren er 4 al, hè. En dan kamer bijgezet, hè. Jij vroeg wat badkamer. 4 per kamer, hè. Ja, dat waren dan, 1 was kleiner, 2, en dan er 2 en 4, en 2 en 4, en dan die kamer bijgezet, hè. En wij daar spelen. En dan gingen ze kopen bemoeling. Dat was om het instrument te bedenken, zilverpapier of zo. Dat je weet wel, hè. Je kunt van alles maken zo, hè. En dan is ze korroos van de gilde, klaroenen, hè. Er wordt er een paar van de gilde bij. Je gaat een trommel. En de roskijs, dat maakten ze zelf. En die, als je gedaan was, wordt die op een geslagen, hè. Maar door nooit of nooit ruzie, hè. Die compagnie, hè. Maar doe maar eens, die foto... Waar is die gemaakt? Ja, de Middellandse groep. De vuurwerken. Maar als die foto gemaakt is... Ja, en van een vlag en alles hadden we. Maar doe maar eens met het leger. Daar was ik niet bij. 55 hebben ze er gewerkt aan, de kerk. 10 jaar? Ja, de verre was de Note Kerkse. Van 54 tot 55. Ik weet het. In 53 als hij gaat de schuk hebben. Maar deze is dan gemist op het moment dat dan dat kerkje dat de huid afgebroken was. En de dan in de zaal, hè? In de parochiezaal. Ja, parochiezaal. Want dan in de oorlog ook nog iets vergeten. Daar is mijn zuster getrouwd. In de parochiezaal. Ja. Zij, je hebt nog iets vergeten in de oorlog, hè? Dan ging je naar de klas. En de tijd van de vliegende bom was dat. In 44 zo, hè? En dan hadden we school in de pastorij. Dan moesten we onder de scène, waar de speaker zit, zo gezegd, hè? Dat was 3 dagen voor de middag en dan 3 dagen na de middag. Er was te veel volk, hè. En dan pastoor Beets en Robert Jammer. Op deze zin. Dat familie. Deze door, die Gust die die moot gedaan heeft. Deze een vrouw, ja. Irene. Dat was Robert's zuster, hè. Ja. En pastoor Beets ben ik een denk appel. Op zijn kop, door. Want ik denk in Sinterklaas vandaag, hè. Dat weet ik niet nog.